Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft ingestemd met twee maatregelen die ondersteuning bieden vanwege de huidige coronasituatie. Er is een regeling afgesproken voor gezinnen die dakloos zijn geraakt en waarvoor in de opvang nu geen plaats is. Daarnaast komt het college een deel van de cultuursector tegemoet met een pakket aan financiële steun. Het Rijk heeft in het kader van corona hebben ze geld vrijgemaakt waar gemeentes een aanvraag voor kunnen doen om hun culturele instellingen te ondersteunen. Dus de gemeente Ede kan, afgaande op die rijksregeling, kunnen we voor bijna 8 ton geld aanvragen bij het Rijk. En dat willen wij gaan doen ten gunste van onze culturele instellingen. Dus onze culturele instellingen die kunnen via onze website kunnen ze een aanvraag doen. En wij hebben daarvoor een aantal spelregels opgezet die ook op dat aanvraagformulier te vinden zijn. En dan via dat kunnen wij dan zeg maar dat geld aan gaan vragen bij het Rijk en doorsluizen naar onze culturele instellingen. En dat is vooral bedoeld zodat de vaste lasten, hè, denk aan huur. Zij moeten hun pand, de huur natuurlijk van een pand, moeten ze gewoon door blijven betalen. Sommigen hebben beveiliging natuurlijk nodig, ook al komt er geen publiek. Er moet wel gezorgd worden dat het pand gewoon goed blijft doorbestaan. Dat soort vaste lasten die willen we in feite dekken uit deze rijksbijdrage. Naast een steunmaatregel voor de cultuursector heeft het college ook een beslissing genomen over dakloze gezinnen. Ja, we hebben ook een besluit genomen om gezinnen die dakloos worden in deze tijd, hè, dat gebeurt maar heel sporadisch in Ede. Je hebt het misschien over eens per paar maanden van dat er een keer een gezin dakloos wordt, waar wij op dat moment niet de opvangcapaciteit voor hebben. Dat is natuurlijk, het is altijd drama als een gezin dakloos wordt. Maar in tijden van corona is het natuurlijk volledig onwenselijk van dat er niet meteen duidelijk is van waar zo'n gezin dan terechtkomt. Daarom hebben we een noodmaatregel genomen om in het geval dat het voorkomt, dat een gezin dakloos wordt en we hebben geen opvangmogelijkheid, dat we zo'n gezin dan, onconventioneel noemen we dat, dat we zo'n gezin dan kunnen plaatsen in een vakantiepark, in een recreatiewoning. In die tijd gaan wij meteen, doen we er alles aan om zo snel mogelijk nieuwe huisvesting voor zo'n gezin te regelen, een andere plek te vinden. En die vakantieparken, staan die wel te springen om dit te doen? Dat wordt gewoon per keer wordt dat maatwerk. Van wat voor gezin is het, hoeveel kinderen, wat voor type mensen en dan van wat zijn de mogelijkheden op dat moment zeg maar op de verschillende vakantieparken. En dan gaan we het regelen. Hoe lang duurt deze regeling? Maximaal een jaar. En we hebben er ook bij gezegd van we willen het in principe maximaal voor 10 gezinnen.